Dit is de vierde generatie Opel Corsa. Geen wonder dat die doorgaans als Corsa D wordt aangeduid. Nou, er is ruim aanbod, ze kosten doorgaans de wereld niet en bovendien is hij tamelijk vrij van fouten. En toch hoef je niet lang te zoeken naar een nadeel. Ja, ik zal meteen het hoge woord maar uitgooien. De Opel Corsa van deze generatie, ja, die rijdt gewoon niet zo lekker. Dat zit hem vooral in de vering en demping. Het is gewoon wel een heel erg springerig ding. En ook de besturing. Het gaat allemaal een beetje vaag en helemaal zo rond de middenstand. En ja, als je je daaraan stoort, dan heb ik eigenlijk twee tips. Eén, kies een Corsa met niet al te grote wielen. Deze staat op 17 inch. Nou, dat is echt groot. En twee, kies een Corsa van na de facelift van 2011. Want daarbij is dit probleem voor het grootste deel wel opgelost. En bovendien krijg je er nog een auto met een wat frisser uiterlijk en een wat rijkere uitrusting voor terug. Verder heb ik nog een leuke wetenswaardigheid over de Opel Corsa. Je hebt hem als driedeurs en als vijfdeurs. Nou, deze driedeurs die komt uit Eisenach in Duitsland. En de vijfdeurs is in Zaragoza in Spanje geproduceerd. Maar er zit geen verschil in bouwkwaliteit tussen een Duitse of een Spaanse Corsa. Maar begrijp me niet verkeerd hoor, het is echt geen kommer en kwel in een Corsa. Je zit bijvoorbeeld wel uitstekend. Hij is ruim voor zijn soort. Je kan het stuur lekker dicht naar je toe halen. Ja, dat soort dingen, dat draagt dan weer bij aan comfort. Nou, verder bij het motorenaanbod is het erg belangrijk dat je niet kiest voor de 1 liter 3 cilinder. Die heeft 60 pk en daarmee is zo'n Corsa echt een moving roadblock. Dat moet je gewoon niet willen. Dus er zijn er ook niet zoveel, dus de kans is klein dat je er eentje tegenkomt. Volgende stap in het modellenprogramma is de 1.4 met 80 pk. Nou ja, die voldoet prima in een Corsa en alles wat daarboven zit, dat is alleen maar extra verwennerij. Nou, verder heb je nog de aanbod dieselmotoren. Dat is heel overzichtelijk. Er is een 1.3 CDTI, dat is een Fiat motor. Die staat er onbekend dat hij buitengewoon zuinig is. Maar die staat er ook onbekend dat hij wel eens problemen oplevert met distributie en EGR kleppen. Waardoor je dus een deel van je voordeel wat je haalt door zuinig te rijden weer inlevert bij de garagerekening. Nou, dan is er nog de 1.7 CDTI. Die is wat steviger. Die heeft 125 pk in de Corsa. Dat is een Japanse motor van Isuzu van huis uit. Ja, die is tamelijk bulletproof. Hij heeft alleen af en toe problemen met roetfilters. En die techniek, ja, die stond ten tijde van de Corsa D natuurlijk nog in de kinderschoenen. Verder zijn er niet echt grote valkuilen bij zo'n Corsa hoor. Er zijn wat gevallen bekend van transmissies die niet zo lekker schakelen. Maar ja, dat doen ze dan al vanaf het begin. En dat is gewoon een kwaal die dan bij de auto hoort. Verder zijn er klachten bekend over een sissend geluid bij het rempedaal. Ja, ook dat is iets wat gewoon bij je auto hoort als hij dat doet. Daar hebben Corsa's soms last van en het heeft niks te maken met dat de remwerking minder wordt. Verder zijn er zaken als de bekleding. Ja, die slijt wat bovengemiddeld snel. Dat zou niet echt horen in een Opel. En het dashboardkastje, ja, die breekt gewoon op een zeker moment af omdat de constructie niet zo stevig is. Een Corsa D van een zekere leeftijd is nooit helemaal vrij van rammeltjes en kraakjes. Dus ook dat hoort bij het type auto. De radiateur die schijnt nogal gevoelig te zijn voor steenslag. Die wordt gauw lek. Dus controleer dat ook als je een proefrit met deze auto gaat maken. Ja, en het stuurhuis dat levert nog wel eens problemen op bij auto's met grotere wielen zoals deze. Dus als je met deze auto gaat proefrijden, ja, zorg dan echt dat je het stuur, de werking van het stuur heel goed controleert. Om te kijken of het stuurhuis nog lekker meedoet. En dan is de airco. Die wil ook nog wel eens problemen geven. Let echt goed op. Hij moet natuurlijk worden bijgevuld regelmatig, zoals bij elke auto. Maar bij deze komt daar nog eens bij dat als hij niet meer lekker helemaal koud blaast, ja, dan gaat er iets mis in de leidingen van de airco. En dat is wel een dure hobby. Dus ja, een Fiesta rijdt beter. En ja, een Polo heeft een mooier interieur. Maar als je de basisuitvoeringen en de 1 liter motor omzeilt, dan heb je met een Corsa voor weinig geld een hartstikke leuke en rijk uitgeruste auto voor de deur staan. Hier de 1.4 benzine van de Opel, aangedreven door een ketting. Vaak rekken deze kettingen uit, waardoor ze bijgeluid gaan maken. Ketting moet dan vervangen worden om verdere motorschade te voorkomen.
De diesel van Opel, de 1300 diesel, ook aangedreven door een ketting, heb vaak het probleem dat ze spontaan breken. Die maakt niet echt bijgeluid van tevoren. Dus dan is van toepassing dat die ketting preventief vervangen moet worden en het liefst voor de 200.000 kilometer. Zoals de diesel als de benzinevariant allebei uitgerust met de EGR-klep, geven vaak ook problemen. Bij de benzine vaak gaat dan het motormanagementlampje branden, gaat die slecht stationair lopen. Bij de diesel vaak het probleem als de EGR-klep kapot is of open blijft staan, dat die 's ochtends gewoon niet aanslaat. Dus je krijgt de auto niet aan de praat. En daar word je vaak niet gewaarschuwd door het motormanagementlampje van tevoren. Een ander ding wat we vaak tegenkomen, de versnellingsbakken van de Opel Corsa's, zoals de benzine- en dieselvarianten, hebben ook geen eeuwig leven. Geven vaak lage problemen, gaan bijgeluid maken. De versnellingsbak moet dan gedemonteerd worden, gereviseerd worden, wat vaak ook wel hoog in de kosten oploopt.